Alsjeblieft. Dit is Mirjam de Bruin. Zij is docent op IKC De Sterrenkijker in Sterrenburg. Kom maar hier staan. En de rest aan die kant. Nee, jij naar die kant. Ik ben een juf die veel met bewegend leren doet en veel naar buiten gaat. Ik probeer het hier op school ook toe te passen dat andere collega's dat gaan doen. Maar bij mij in de klas zitten de kinderen eigenlijk nooit stil. Zowel niet in de klas niet, maar buiten ook niet. Gaan we heel veel bewegen en doen we de opdrachten zoveel mogelijk buiten of bewegend in het lokaal. En met die manier van lesgeven is zij dinsdag tijdens de Nationale Buitenlesdag uitgeroepen tot beste buitenlesleerkracht van Zuid-Holland. Zij werd opgegeven door de ouders van haar leerlingen. Want beste buitenlesleerkracht word je niet zomaar. Want ik had op een avond 30 mailtjes in mijn mailbox en dacht, wat is er aan de hand? Is er coronabesmetting? Maar toen was het dit. En ik vond het eigenlijk een hele eer. En zelf heb ik er nog niet zo heel veel over gedaan. Maar wat de kinderen thuis vertellen, is dat zij heel enthousiast zijn over bewegend leren. En ja, blijkbaar is dat bij ouders gewoon goed naar binnen gekomen. En hebben ze me opgegeven, ja. Lois, wat vind je nou zo leuk aan juf Mirjam? Dat ze zulke leuke opdrachten maakt en ze is heel gezellig buiten. Ja. Ze is altijd heel creatief en ze is altijd blij. Wat is nou zo leuk aan buitenles krijgen? Dat je heel veel activiteiten kan doen en andere dingen dan gewoon in een schrift werken. Ja, want dat is een beetje saai in een schrift werken. Ja. Wat maakt de buitenlessen nou zo leuk? Omdat het best wel veel afwisseling steeds is en niet elke keer hetzelfde. Ja. Is het leuker als binnen zitten de hele dag? Ja. Ja? En wat is er nou het allerleukste? Dat je gewoon buiten bent en buiten is gezond. Nou, we zijn bijvoorbeeld met taal, met het thema spijsvertering bezig, met woordenschat en hoe we de woorden inslijpen, dat ze ze goed kunnen onthouden. Is dat we buiten woordplaten neerleggen en met kaartjes dat ze dan de woordenschat gaan oefenen. En dan rennen ze steeds naar een verschillende plaat. Ja, nou, dat is goed voor je conditie ook, denk ik. Zeker, ja. Zeker. En dan af en toe gaan er sommige kinderen lopen en dan zeg ik, kom op, het is niet rustig lopen, het is geen avondvierdaagse, kom lekker rennen. Ja. En dan probeer ik ze weer mee te krijgen. Wat zie je nou bij de kinderen die op deze manier wel of geen les krijgen? Reageren ze anders? Komen ze anders de les in? Gaan ze er anders weg? Nou, ze zijn daarna ook vooral energieker. Dus momenten dat we naar buiten gaan, dat is een aantal keer per dag, dan kunnen ze zich daarna in de klas ook weer even goed concentreren. En ook weer bijvoorbeeld bij een taakgerichte opdracht dat je op je stoel moet zitten, ook weer even goed focussen. Omdat ze daarvoor buiten ook hebben geleerd. En heel veel kinderen zagen het begin als buiten spelen. Maar het is natuurlijk buiten leren.